aan de sjouw met een koelkast. Vandaag is het weer terug naar de routine van alle dag voor Barry. Barry, gewoon aan het werk. Ja, gewoon aan het werk vandaag inderdaad. Na de grote avond van gisteren, toch? Ja, fantastische avond. Leuk om mee te maken. Scoren tegen Ajax is niet veel jongens gegeven. En ja, dat ik het mee heb mogen maken is gewoon fantastisch. Want ondanks het verlies tegen Ajax beleeft Scheveningen een geweldige avond. Zegt ook Tim Peters, teamgenoot en collega van Barry. Al was het wel gek om tegen de Amsterdammers te spelen zonder Ajax-supporters in de buurt. Ja, vooral bij de tegendoelpunten. Je merkte, eigenlijk scoorde hun de 1-0 en keek eigenlijk om me heen van... Ja, telt hij wel of zit hij wel? Want er gebeurde helemaal niks eigenlijk. Er waren 10 gasten van Ajax die elkaar de 5 gaven. Maar voor de rest was het doodstil, dus dat was wel een beetje apart. Dus het bezorgen van witgoed door vinden de teamgenoten ook een moment om een balletje te trappen in het magazijn. Ja! Dat gebeurt hier nooit hoor, nooit. Echt voor de eerste keer. Wel voorzichtig, hè? We hebben al deuken zat in het apparaat. Ja. Mijn droom is altijd geweest om misschien toch de stap naar profvoetbal te maken. En ja, dat zal altijd zo blijven. Dus daar knok ik nog steeds voor en ik hoop het te bereiken. En tot die tijd houden de mannen zich gewoon bezig met het bezorgen van witgoed. Nou ja, ik bracht Barry gisteren thuis en ik zei tegen hem, het enige wat ik me nu de laatste 5 minuutjes wel in mijn hoofd had, dacht van die tyfusleiders die worden morgen wakker, die eten een broodje, die gaan 3 rondjes lopen en die gaan weer naar huis. Ik zeg, en wij lopen morgenochtend weer wasmachines te sjouwen. Maar ja, dat is niet anders. Hè. Zo is het leven en hadden we maar ons beter ons best moeten doen, dan hadden wij misschien ook daar kunnen voetballen.